Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. Ik loop nu naar de tramhalte. Dan ga ik naar Rotterdam Centraal. Want ik kan nu niet over Gouda, want Gouda ligt eruit door werkzaamheden. Dus ik ga nu naar Rotterdam Centraal met de tram. Ja, sprinters rijden wel tussen Nieuwekerk en Rotterdam Centraal. Maar ja, ik ga nu naar Centraal. Daarna ga ik waarschijnlijk met InCity Direct hier rijden naar Amsterdam Zuid. Dan zijn we bij werkzaamheden tussen Sloterdijk en Centraal of zo. Vanaf de Schipholzijde dan in ieder geval. En dan, daarna zie ik wel wat ik ga doen voor de rest. En ja, neem jullie weer mee. Ik ga nu de volgende dag met InCity Direct naar Amsterdam Zuid. En vandaag vandaan ga ik of naar Utrecht of naar Zwolle. Eén van de twee. Maar in ieder geval, ik ga nu naar de tram. Deze gaan wij naar Amsterdam Zuid. Niet naar Centraal, maar Amsterdam Zuid. En daarvan gaan we kijken waar we daar naartoe gaan. Of Amersfoort, of Utrecht, of Zwolle. Eén van de drie. Maar in ieder geval nu op weg naar Amsterdam Zuid. Ja, heel leuk dit. Zoals je ziet, ICRG staat hier in Rotterdam. Kijk, daarachter zie je de Intercity naar Schiphol. Terwijl de ICRG naar Rotterdam op het spoor daarnaast had moeten staan. En niet op dat spoor waar dus nu die veer op staat, ook erachter. Echt handig. Nee, inmiddels ben ik dus op Amsterdam-Zuid. Ik wou de trein pakken naar Groningen en Zwolle, maar dat doe ik maar niet. Ik ga nu straks met de Intercity richting Deventer. En dan vanaf daar naar Arnhem. En dan waarschijnlijk vanaf daar naar Utrecht. En in ieder geval, kijk, IC-treintje naar Schiphol. Maar in ieder geval nu Amsterdam-Zuid. Nou ja, inmiddels Hilversum. Kijk, hier gaat mijn IC-trein die ik net had. Nou, veel plezier nog in Enschede. En ik stap hier over op de IC-trein naar Utrecht. Ja, dat is leuk. Een Intercity naar Utrecht over de Hollandse Rading en shit. Moet eens die Enschede weg zijn. Het duurt lang. Maar ja. Kijk. Ja, Intercity naar Utrecht. Kan gewoon. Normaal is het alleen maar... Waar staat die? Daar sprinters. Maar er is nu ook een IC. Ja, wat leuk. Nou ja, inmiddels in de DWZ naar Utrecht. Intercity, ja, Intercity. Ook dit is een bok geklinkt. En nu met deze DWZ naar Utrecht. Nou, station Hollandse Rading. Nou, Mick is er nog niet. Wij gaan zo wel zwaaien naar Mick naar zijn trein. Even kijken waar die is. Hij zou wel heel dichtbij moeten zijn. Nou, dus... Dus we gaan zo zwaaien naar Mick als het goed is. Hij komt met een rughernia, SRG. Dus als het goed is moeten we hem zo passeren, elk moment. Dus. We waren al heel dicht bij elkaar. Dag Mick, doei. Lekker losse rughernia. Nou, op weg naar Utrecht. Nou ja, ik ga maar wat busjes doen in Utrecht. Dan ben ik gewoon redelijk hier in de buurt blijven. En dan kan ik vanmiddag ga ik dan waarschijnlijk via Schiphol weer naar Rotterdam. En anders ga ik via Breda. Maar in ieder geval kunnen we dan via Schiphol terugrijden naar Rotterdam toe. Of op Amsterdam Zuidoost of op de ICD. Maar in ieder geval, dat is even op te kijken. Maar in ieder geval gaan we een beetje bussen doen in Utrecht. Ik denk dat ik als eerste de 74 ga doen naar Nieuwegein. En dan zie ik wel verder.
Nou ja, inmiddels op kanalen Eiland Zuid. Hier ga ik met de 34 naar Amersfoort Centraal. En ja, dan even daar kijken. Ja, ik denk alweer met de trein sowieso naar Utrecht. In ieder geval. Oh, politiehelikopter. Oh jee. Maar ja, dus dan ga ik denk vanaf Amersfoort weer met een trein naar Utrecht. En daarna zie ik even nog wel. Dus sowieso hoe ik naar huis ga, of via Den Bosch of via Schiphol. Om eens even te kijken hoe of wat. Maar in ieder geval, nu op kanalen Eiland Zuid wachten op de 34 naar Amersfoort. Nou, ik sta nog steeds hier op het kanalen Eiland Zuid. Kijk, een bus hier. En ik pak nu zo de 34 naar Amersfoort. En dan van daaruit ga ik naar Schiphol Airport met 3, 6, 10 bakken ICM. Ja, 10 bakken. Wie verzint het ook? En dan vanaf daar, van Schiphol, ga ik even rondlopen. En dan ga ik naar Rotterdam via Leiden of via met de HSL. Omdat ik vanochtend al over de HSL ben geweest. Dus misschien dat ik dan via Leiden ga naar Rotterdam. Maar dan moet ik even kijken of er nu wel iets van een 10 bakken firm naar Rotterdam rijdt of zo. Anders doe ik het niet. Maar even, even wachten op die 34 naar Amersfoort. Die komt er zo aan als het goed is. En dan met die lijn naar Amersfoort Centraal. Nou ja, inmiddels al een tijdje in de 34. Weg naar Amersfoort. Nog iets van 20 minuten. Zijn we eigenlijk in Amersfoort. En daar pak ik dan mijn trein naar Schiphol. Ik denk dat ik toch op Schiphol ga eten. Ja, ik heb dan elke ochtend niet zin. Ik vertrek naar Rotterdam. Dus ja, ik pak gewoon vanaf Schiphol. Inmiddels Amersfoort Centraal. Ja, ik had die trein daar wegrijden naar Schiphol kunnen nemen. Maar officieel had ik in 30 minuten. Dus ik pak lekker die van 12:11 met 10 bakjes ICM. Dat was 9. Nee, en er zat weer mijn stalk ICM bij. Verrassend weer. En ja, even kijken. Misschien komt er nog wat in de 30 minuten. Ik zag al wel dat er een goede trein vermeld hierheen. Alleen ik had net de IC39 mis omdat ik in de bus zat naar Amersfoort. Is hier 30 minuten geleden doorgekomen. Maar ja, niks aan te doen, hè. Maar in ieder geval Amersfoort Centraal. Dan straks om 12:11 met de IC-trein mee naar Schiphol. Denk daar eten en dan naar Rotterdam. Nou ja, inmiddels zit ik in de Intercity naar Schiphol met IC-10. En deze trein zit er dan ook uit tot Schiphol. Maar in ieder geval nul weg naar Schiphol Airport met deze trein. Kijk, voordeel dat ding uit Schothorst komt, want hij is toch wat leeg. Het BAM-metro. M5. Maar in ieder geval, je kan wel zien dat deze uit Schothorst komt en dit 10 bakjes jam is. Dat is lekker rustig, want de trein vanuit Enschede die was 9 bakjes jam en die zat iets voller dan dit. Maar in ieder geval bijna Schiphol. Hier moet je kijken, we gaan ook echt gewoon weer niveau slakkengang die tunnel in. Jonge, 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 jonge. Echt waar. Ja, bijna Schiphol. God, kijk nou, ik kom ineens weer een keer op spoor 5 binnen op Schiphol. Nou, moet niet gekker worden, jongens. Het is eindelijk klaar, zover ik weet.
Schiphol. Spoor 5. Nee, dat kan niet. Kijk, daar gaan we weer eten. Bij de bekende ketenen hier op Schiphol. De knooppunt Schiphol Noord. En ja, we gaan bij onze grote gele M eten. De McDrag. Verrassend weer. Maar in ieder geval vreten. Zo, en weer terug naar de knooppunt Schiphol Noord. En dan naar Schiphol. En dan zometeen Mick opwacht. Nee. Maar Mick komt ook even naar Schiphol. We gaan zo meteen zitten ver naar Rotterdam. Dus ja. Maar in ieder geval nu weer terug naar Schiphol. Nou ja, inmiddels weer op mijn vaste plek voor de 10.000.000ste keer. En dan Schiphol. Ik moet hier even nog een half uur hangen totdat Mick komt met zijn IC. Dus ja, we gaan maar even op mijn rondje lopen. Hè. En daarna Mick opwachten en dan gaan we samen met de Intercity Defect naar Rotterdam. En dezelfde stand die ik vanochtend had. Nou, moet niet gekker worden. In ieder geval nu nog een half uur wachten op Mick. Nou, daar komt Mick aan hoor. Dat was de trein die ik heb laten schieten in Amersfoort met die 9 bakkies jam. Die toen vanuit Enschede kwam. Maar deze komt nu van Schothorst af. Nou, daar komt Mick aan hoor. Oh nee. Nou, even kijken wanneer Oelewapper zit hoor. Ja, ik weet sowieso dit stel de voorste, dus moet die zitten. Dus ja, ik verwacht wel. Dan gaan we hem even opwachten. Waar is Mick? Kijk wie we daar hebben. Nee, nee. Oh nee. Trax. Trax. Zeg Mick, ik ging net even de wc checken. Het is best wel een gore wc. Kijk, je ziet hier al iets. Kijk, dit was vanochtend ook al. Kijk hier, gadverdamme, eeuw, helemaal nat, eeuw. Mick, wat vind je daarvan? Ik ben weg. Ja, we zijn weg. Doei. In die klap. Ja. Zo, lekker op weg naar Rotterdam, hè? Ja. De IC defect. Emma, was er met de IC in? Vol! Nou, zo ziet het een stuk rustiger dan de ICNG. Ze heeft heel veel zin nog in. Nou ja, in wat ik vanavond heb, ik echt nog veel minder zin in. Ze mag lekker met een rugcanny mee. Dit. En dat vindt ze heel erg leuk. Nee, vind ik niet leuk, Mick. Nee. Maar in ieder geval weg naar Rotterdam. Nou, we zitten nu in een opa tractie, ja. Maar in ieder geval weg naar Rotterdam. Ja, met hoeveel snelheidsbeperkingen? Weet ik veel. Ik denk een stuk of 5 of zo, ik heb geen idee. Nu valt het mee, hè? Nu rijd ik ook niet door, alleen net heb ik het met snelheid 2 sowieso de standaard, maar nu ook 1,22. Ja, maar je valt weg naar Rotterdam. Mick is gefrustreerd, want vertraagd zich plus 12. Ja, zijn trein naar Eindhoven is vertraagd. En dadelijk heb ik een sprint gekregen. Hij is gefrustreerd. Blij dat ik hier mijn eindpunt voor nu heb. Kutsprint die ze Eindhoven een paar uur dienst kan maken. Ja. En die is een half uur, dus ik kan maar een half uur lang dat kut staan. Blij dat ik hier lekker niet verder. Ik kijk de Eurostar. Yeah. Nou, blij dat ik er hier gelukkig niet verder hoef. Ja, vanavond ja, weer. Ja, ik wel. Ja, sterkte. Hij is lichtelijk gefrustreerd. Ik ben heel gefrustreerd. Ik wil nog wel op tijd thuiskomen. Ik moet met zo'n trein vanavond. Gadverdamme, nee. Ik ga wel even lunchen in het Eurostar. Okay. Ja, nou. Mick is gefrustreerd. Nou. Mick, hoe vind je nu dat die trein plus 24 heeft? Hij is gefrustreerd, nog meer. Kuttrein.
En weet je waarom? Later inzet door hulpdiensten. Er is waarschijnlijk weer eentje die onwel is geworden in de trein. Ja, en dan moet alles door vertraagd zijn. Maar je van Rotterdam. En mijn tram is ook te laat. Ja, dankjewel, kutteleel. Nee, maar mijn tram is ook te laat. Oh, plus 5. Je tram? Ja, mijn tram, ja. Die is plus 5. Rutschil kennen we niks. Nee. Nee, in ieder geval. Eén iemand onwel, alle treinen onwel. Oh, Jezus. Zo, ik ben bijna thuis. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden vandaag. Geef natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En vergeet ik niet op belletje drukken als jullie meer video's van mij willen zien. En dan zie ik je bij de volgende video. Laters.